is heerlijk, opa. Zeg, ben jij gek geworden, jongen? Sorry, ik moet je handen hebben. Hallo, hier is Harry. Hey, Jopie. Kijk, de enige reden dat hij jullie heeft ingehuurd en niet een stelletje professionele verhuizers is omdat hij niemand kon vinden op korte termijn. Nee, dat niet. En ik sta borg voor jullie, dus alsjeblieft, heren, geen gekkigheden, hè? Nou, Willem, wanneer maken wij nou gekkigheden? Ja. Het is toch een fluitje van een cent, we gaan hup naar Groningen, we pleuren wat dozen in die aanhanger en dan gaan we hup weer terug naar Rotterdam. Wat kan daar nou mis aan gaan? Ja, geen idee, maar bij jullie weet je het tenslotte nooit. Ja. Maar als er nou toch wat gebeurt, jongens, alsjeblieft, een beetje originele smoes, zou dat kunnen? Ja, beloofd, en Harry Stevens houdt zich aan zijn woord. Ja, en hij heeft een heleboel aardige nieuwe smoesen bedacht. Ja, ja. Wat zeg je nou, wat is dat? Nee, ik wou alleen maar een beetje helpen, gewoon. Oh ja, ja. Jij verandert je naam niet en daarmee basta. Waarom niet? Omdat je ouders elkaar bijna vermoord hebben voordat ze het eens werden over de naam die je nu draagt. Iedereen verandert zijn naam. Popsterren doen het allemaal. Eminem, Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg. Ja, als ik Snoopy zou weten, zou ik ook mijn naam veranderen. Weet je Snoopy nou? Nee, hij heeft zijn naam juist veranderd in Snoop Doggy Dogg. En ik bedenk dat de invloed van drugs op de rock scene tanende was. Mocht nou, opa. Niemand in mijn familie noemt zichzelf Snoopy Poopy, weet ik veel. Dat wil ik ook niet. Ik wil juist koel eten. Koel? Ja. Koel de hecht? Nee, alleen maar koel. Heftig, hè? Je verhuizen zijn gearriveerd. Ja, hallo. Ah, heren. Hallo, professor. Ja, hallo. En we zijn er helemaal klaar voor. Ja. Nou, Willem heeft mij verzekerd dat ik op u... kan rekenen, u hebt mijn adres, et cetera. Ja, we naar de wagen staat ervoor en wij zijn er ook helemaal klaar voor. Oké, en dan nu de sleutels van de flat graag. De sleutels van de flat. Oh ja, natuurlijk. Ja, je hebt de sleutels nodig. Hier, kijk, alsjeblieft. Zeg, alles wat er hier naartoe moet, dat staat verpakt in dozen, hè? Ik vertrouw volledig op u. Nou, betrouwbaarheid is mijn tweede naam, hoor, professor. Oh ja, echt? Klinkt voor een meter. Zeg, bemoei jij er niet mee, hè? Ja, bemoei. Je kunt die sleutel wel loslaten nu, hoor. Zeg, mag ik rond etenstijd weer op u rekenen? Ja, hoor, gegarandeerd. Of mijn naam is geen Harry Stevens, hoor. Nou, laten we het even niet over namen hebben, hè? Hé, hey, mannen, succes ermee, hè? Ja, tot vanavond, hè? Ja, dag. Ja, heb jij nog iets gehoord van Bella? Ja, die heeft gebeld uit Straatsburg. Die onzin over dat Europese referendum is nog steeds in de gang, dus ze blijven nog een nachtje weg. Waarom is een referendum nou ineens onzin? Omdat het x-miljoen volslagen idioten moeten stemmen over iets waar ze geen bal van snappen. He? Ik bedoel, daar hebben we nou toch een gekozen regering voor. He? Ik bedoel, een afgevaardigde regering. Ja, dat is precies als in dit huishouden hier. Wij zijn eigenlijk de gekozen regering van dit huishouden. Ja, ja. Oh ja? Ik heb anders helemaal niet bij jou gestemd. Ja. Omdat jij nog geen 18 bent, jochie. Jij bent nog geen volslagen idioot, niet waar, Rogier? Nou, was het hier maar eens een echte democratie. Hadden wij tenminste ook een keer wat te zeggen. Nou, zeg, wil jij alsjeblieft je mond houden? Jij mag notabene vanavond een feestje houden, of niet soms? Ja, oké. Maar het was mijn eerste feestje. Zeg, overdrijf je niet enigszins, jonge dame? Ik bedoel, je woont hier net een maand, nou ja, 36 dagen. Het is een beetje moeilijk om een feestje te houden als je niemand kent. Ik ken zat mensen. Ja. Zelfs Thomas Meertens, de populairste jongen uit mijn klas, komt. Ja, en hij is de allerknapste jongen van de school. Nou, ja, Sander, laat jij je zusje even met rust, hè? Was het hier maar een echte democratie, dan mocht ik mijn naam veranderen. Je naam veranderen? Ja, je achterneef wenst zijn naam te reduceren tot Koel. Koel? Koel. Geen sprake van. En ik dacht dat het hier een democratie was. Waarom heb ik niks te zeggen? Goed, stemmen we erover. Wie is er voor, wie is er tegen dat Sander zijn naam verandert in Koel? Tegen. Wie is er voor, wie is er tegen dat hij zijn naam verandert in Kropjesla? Ja. De meerderheid van stemmen heeft besloten dat jij voortaan Kropjesla heet. Dat is democratie, jongen.
Nou Joop, hier moet het dan zijn. Ja, als je ons het goede adres gegeven hebt natuurlijk. Oh Joop, de professor is een professor. Natuurlijk heeft hij ons het goede adres gegeven. Tering, hé. Die sleutelpas niet. Nou, kijk even op het briefje, joh. Hé, briefje? Jij hebt toch het briefje? Nee, jij hebt het briefje. Oh, Joop, daarom is de professor nou een professor en jij niet, hè? Nou ja, Herenstraat 12, wat zal het dan wel zijn? Nou, bel al even vragen toen. Je bent helemaal van de pot gepleurd. Ze verwachten juist dat wij er een teringbende van maken. Ja. Oh, wacht even. Ja, Harry Stevens. Hé, hey, professor. Hey. Dat is ook toevallig. Ja, ja, we zijn net aangekomen, ja. Ja. Ja, op in de, hoe heet die straat ook alweer? Juist, van de Herenstraat, ja. Zal ik u nou eens wat leuks vertellen? We zijn bijna het verkeerde huis binnengestapt. Ja, ja, we waren bijna binnengestapt bij nummer 12. Wat zegt u nou? Oh, 112. Oh ja, nou ja, goed, dat is een stukje verderop natuurlijk. Wat is er? Oh, nee. 112. De Dijkstraat op de hoek van de Herenstraat. Ja, nee, dat bedoelt u dus. Ja, nee, dat komt goed voor elkaar. Dag, professor. Oké, sinaasappel, appel, aardbei, persik. Ben ik nou nog wat vergeten? Weet ik veel. Wie maakte dan een Amerikaans punch? Iedereen drinkt toch gewoon cola? Beetje zenuwachtig, Willemijn. Als er nou niemand komt. Je bedoelt, als Thomas niet komt. Nou, Sander, hé. Hey. Jo, maak je maar geen zorgen, meisje. Ze kan mijn huis wel, hoor. En toch fijn dat je de kamer van Kroppie Sla mag lenen, hè, voor de feestje. Ja, dat vind ik erg aardig van je, Kroppie Sla, dat jij je kamer beschikbaar hebt gesteld. Ze komen allemaal oude chicks. Misschien zit er wel eentje bij die een man van me wil maken. Hé, hey, jij maakt haar vriendinnen met rust. Sorry. Ik zie het al met de naam als Krop Sla, je vriendinnen met rust. Mag ik me even voorstellen, ik ben Krop Sla. Wil je mijn kruidentuintje even zien? Jongelui, ik wil wel even heel duidelijk stellen. Ik wens geen puberaal geflikflooi of ik kom controleren, hè? Afspraak of niet. Dat heb ik toch beloofd, opa. En maak je maar geen zorgen over die kleine Krop Sla. Daar let ik wel op. Kunnen jullie me alsjeblieft anders noemen? Is dat een formele motie? Ja? Rogier? Ja, moeten we over stemmen, hè? Wie is er voor en wie is er tegen dat de naam Krop Sla veranderd wordt in Kabouter Puntput? Voor! Hoepa! Ze zijn er. Hier, breng naar beneden, Puntmuts. Zeg, Willemijn, je weet wat ik gezegd heb, hè? Ja, ja, geen orgies, geen verbouwingen, geen dwergwerpen. Alles komt goed, opa. Anders komen we controleren. Dag, Puntmuts. Nou, Joop, fijn hoor. Perfect hoor. Als je nog eens zo'n binnendoorweggetje voor je neemt, nou, dan moet je wel een kortere weg nemen, zeg. Nou, luister nou, als je dus de snelweg neemt van Groningen naar Rotterdam, nee, dan kom je altijd in de file terecht. In Utrecht, in Amersfoort, in Staphorst. Ja. Hey, en hoeveel keer hebben wij tot nu toe stilgestaan? Ja, nee, dan maar. Hé, hey, Joop, van de mannenkant, van de mannenkant. Zo, zeg, hey. Kijk eens, hey, lekker bandje. Nou, fijn hoor, Joop. Dat doe je fijn voor elkaar. Hoe heb ik dat weer gedaan? Hey, nou in. Ja hoor, rechtsachter. Oh, joh. Hey. Ja. Wie gaat die band verwisselen? Hé? Laten we omtossen. Oké, gaan we erom tossen. Heb jij een muntje dan? Nee, ik heb geen staven, joh. Ja, ik ook niet. Nou, wacht even. Ja, ik heb een kindje, wacht. Nou, wat, dit is kop en dit is munt. Wat neem jij? Ja, hij waait het niet te veel, joh. Leg nou niet te zeik, hè. Wil je naar kop of wil je naar munt? Kop. Oké, neem ik munt. Ja. Nou, daar gaat hij. Kop. Munt. Kop. Munt. Kop. Thomas, Clarine, leuk dat jullie konden komen. Ik had niet willen missen. Leuk optrekje dit pandje. Dank je. Dank je. Ik wacht wat er dat gesmolten is. Hè? Oh, we hebben Amerikaanse punch. Dat moet er nog in, dat ben ik vergeten, Tom. Ik moet er even, er zijn nog meer mensen. Natuurlijk, ga je gang. Klaas Punch? Ja, lekker. Hey, ik ben Sander. Hey, ik ben Clarine. En ik weet dat ik oud eruit zie, maar ik zeg het maar direct, ik ben 12. Oh ja. En ik zoek een rijke vrouw die een man van me wil maken. Oh, wauw. Nou, hier is les 1.
Als een man zoiets tegen een vrouw zegt, dan vraag je hem hier. En? Voel je al wat meer een man? Ja, heel erg. Beetje problemen met de concentratie? Zullen we trouwens gaan kijken? Nee, we hebben afgesproken dat we dat niet zouden doen, Rogier. Maar je weet hoe dat gaat, hè, met die pubers. Hormonen vliegen natuurlijk in het rond. Om het te zwijgen van de feromonen. Ja, schijn nou toch uit, zeg. Ga liever Harry even bellen en vraag waar die is, want dat zit je in het ergste dwars, hè? Ja, je zit. Ja. Hoi, heb je hem los? Ja, als jij nou eerst even die aanhanger loskoppelt, anders kan ik toch nooit die auto opkrikken. Oké, ik doe het wel. Wacht even. Kijk. Hoi, hoi. Auw! Nou, het had erger gekund. Ben jij nou gestoord? Moet je kijken, die pleurisbende. Al die doos op de grond. Die professor is toch professor? Nee? Dus Kasi, zitten allemaal boeken in die dozen. Nou, en die zijn niet breekbaar. Dus wat doen wij? Wij zetten hem echt overeind. En dan pleuren we die dozen erin. Nou, en niemand weet wat er gebeurd is. Ja, Joop, voor één keer heb je eigenlijk wel een beetje gelijk. Ja. Hey, met een beetje mazzel merkt niemand dat ooit. Nee. Ja, Harry Stevens. Hey, dag professor van Kleef. Nee, alles loopt op rolletjes hier, zeker. Uw dozen? Nou, daar staan we net naar te kijken. Ja, toevallig, hè? Joop, nee, die heeft even zijn auto geparkeerd. Ja, die is even de aardappels afgieten. Oké, dag professor. Aardappels afgieten? Wat voor aardappels? Ja, kom er maar mee, Joop. Ja, als we nou eerst die doos even doen, hè? Ja, maar luister, dat ding moet er ook even over. Eerst die dozen weg. Moet je kijken, anders wordt het helemaal een pleurisbende. Ja, een beetje zwak spul. Wat denk je? Zullen we de boel pittiger maken? Klinkt goed. Hé, hey, wat ga je doen? Even de puntjes op die, Willemijn. Ja, maar dat kan je niet doen, hoor. Oh, nee toch? Zijn we bang dat we straf krijgen? Ja. Natuurlijk niet, maar sinaasappelsap met wodka, dan kan je dan, dat is toch geen combi? Relax toch, Sandertje. Weet je wat? We zullen erover stemmen. Jongens, wie wint dat de punch wel een kick kan gebruiken? Zeker! Je hoort het. Ja, maak niet druk, ik zal niks tegen je opa zeggen. Hey Joop. Ja? Dus goed onthouden, er is niks gebeurd. Helemaal niks gebeurd. Goed begrepen, er is niks gebeurd. Dus, is er nou nog wat gebeurd? Nee, er is helemaal niks gebeurd. Ja, krijg weer die voicemail. Zeg, begin me nou toch een beetje nerveus te maken voor die vriendjes van je, hoor. Zo. Ah, hallo, hier is Harry. En Jopie. Hé, jongens, daar zijn jullie. We begonnen al ongerust te worden. Ongerust te worden? Nou, ben je nou gek, joh. Tering, joh, er waren zoveel files. Joh, van Groningen tot Rotterdam. Files bij Amersfoort, files bij Utrecht. Staphorst. Hé, Staphorst. Oh, files bij Staphorst, jazeker. Maar verder is er niks gebeurd? Nou, wat zou er nou verder gebeurd moeten zijn? Wel, nee, helemaal niks gebeurd. Zeg, mogen we even uitblazen, want dat we straks even die wagen uitblaaien? Nee joh, doe dat morgen maar. Koppel hem maar los, rijm de tuin maar in, laat hem lekker staan, is toch goed? Natuurlijk. Ja, oké, nou, maar dan hebben we wel een hele grote waterpomptank nodig, maar we hebben dat ding hartstikke vastgemaakt. Ja, want je weet nooit wat er zou kunnen gebeuren, hè? Stel je voor dat zo'n aanhanger er opeens van zichzelf vandoor gaat. Dus, nou, geloof ik dat kabouter Puntmuts, die heeft mijn gereedschapskist en die is beneden. Kabouter Puntmuts? Ja, mijn achterneven die wilde ineens een andere naam hebben, maar jongens... Noem hem maar niet zo we zijn vriendjes bij zijn. Nee, joh. Ik Alles goed, meneer Gelijnsen? Nee, er is helemaal niks gebeurd, hoor. Helemaal niks. Niks gebeurd. Hallo, hier is Harry.
Nou, jullie, de schrik, ik ben zo weer weg, joh. Jullie hebben wat anders aan je kop. Hij zegt, ik kwam alleen even vragen, want opa Willem die zei dat jij een gereedschapskist had. Ja, die staat hier. Oh. Zeg hij, ik sterf van de dorst. Mag ik eens even een beetje drinken? Dat valt niet mee hoor, al die dozen op die wagen laaien. Alsjeblieft dan. Zo, tering hé. Nou, jullie weten wel je gasten te ontvangen, zeg. Hey, zo. Volgende keer wil ik ook bij jullie feestje uitgenodigd worden, zeg. Lijkt me hartstikke te gek. Zo, nou zeg, heerlijk. Nou, dan ga ik maar, hè. Oké, mag ik even? Goed. Mag ik even met haar? Oh, shit. Waarom hield jij hem ook niet tegen me? Ja, waarom deed jij dat dan niet? Die punch moet weg. Ja, hoe dan? Opdrinken? Alsof we nog niet genoeg in de shit zitten. Wacht, ik heb het. Nou, dus daar stonden we dus, hè, bij Staphorst, hè. Auto's voor ons, auto's achter ons, auto's naast ons. Nou, je weet wat er gebeurd is op file, hè? Weinig. Precies. Nee, sterker nog, er gebeurt helemaal niks. Bij Staphorst gebeurde er helemaal niks. En bij Amersfoort, hè, ook helemaal niks. En bij Utrecht, wat denk je? Niks. File. Saai, saai, saai. Noppes, niente, nado. Zo zeg, hé, dat is nog eens een feestje. Zo, nou zeg. Zeg, en u is niks bijzonders opgevallen? Ik bedoel, zegt u, jongens, meisjes, puberale rotzooi, adolescent gerommel. Dan seks. Seks? Wel, nee, dat zal er wel niet van komen ook, hoor. Gun, dan maak je me geen zorgen. Aan jou, kom mee. Ja. Nee. Daar zijn ze straks veel te lazerus voor. Dan is er toch wat aan de hand. Ja. Jongelui, mag ik opa. Even door? Ja? Ja, ja. Nou, wat is dit? Stil. Ja, ja. Jongelui, even plagen. We moeten even de boom proeven. Ga jij eens opzij. Zeg, dat is appelsap, een beetje zuivere vruchtenbol, hè? We hadden begrepen dat er hier iets krachtigers geschonken werd. Krachtig, hè? Ja, Harry was net beneden. Die zei dat er extra spul in die punch zat. Oh, Harry! Oh, ja. Nee, het was vast gewoon een dolletje. Proef zelf maar, er zit helemaal niks in. Ja. Je kent Harry, toch? Nou, je moet mij niet aankijken, het is jouw vriendje. Jawel, jawel, jawel. Ja, nou, dan weet ik het ook niet, laat maar. Nou ja, jongelui, onze excuses voor de storing. Ik zou zeggen, een prettige voortzetting. Rogier! Ja. Ogenblikje. Zo. Heb jij misschien trek in een glaasje Château de la Cruyff? Dat moesten we maar eens even doen. Zo. Hop. Ah. Jemig, dat is je rijste vuurwater, zeg. Wat je zegt. Sander Willemijn, waar is de rest van het spul? De rest? Welke rest? Die tulpjes hebben van 80 rode koontjes, Willem. Jazeker. Nou, jongens, hup. De party is over, move, wegwezen. Dit is het einde. Zo, de Pieters, juffrouw Pieters. Willemijn, Sander, jullie blijven hier, alle twee. Jongelui, het interesseert me hoegenaamd niet wie die wat erin gedaan heeft. Jullie hadden alleen maar nee hoeven te zeggen. En dan zijn jullie best op in staat, ik hoor dat jullie vaak genoeg doen. Maar jij en opa Willem drinken ook? Huh? Nou, zeg er niet te weinig. Wij zijn oud en wijs genoeg om te weten hoe ver wij kunnen gaan. En jullie hebben geen flauw benul van wat je doet. Nee, ik heb de helft van jullie vriendjes en met een taxi naar huis moeten laten gaan. Nee. Want ook op de fiets mag je niet dronken achter het stuur, hè? Staat in de wet. Nou, ze hebben gestemd en toen hebben wij verloren. Zijn er met juist goed luisteren, wijsneus? Er is een verschil tussen stemmen en leiderschap, hè? En zelfs in een democratie heeft de onopgeleide massa niet altijd gelijk. Integendeel, meestal snappen ze er geen s'nachts van en jullie bewijzen dat je er geen s'nachts van begrijpt. Zo is dat. Als je stemt, neem je verantwoordelijkheid. Heb je het goed begrepen nu? Ja, Willem. Mooi, dan nu naar bed. En omdat jullie willen dat de huishouden hier een beetje democratischer geregeld wordt, mag je zelf je straf bepalen morgen. Maar wee je gebeente, hè? Als die te licht is. Nou, je hebt gehoord wat er over zei. Ga maar naar bed, ga maar naar bed, ga maar naar bed.
Hoe vind je ze, die twee stomneuzen? Ja, Joop, doet het! Haal die trekker over! Dan ben ik eindelijk van je af! Hey, wil jij het mee hier? Kijk ook hier, hoor! Nee, Joop, moet je even kijken! Nou, dan gaan wij maar eens op mijn huis aan, hè? Ja, dat moet ik wel. Tot kijk dan! Tot ziens, hè! Meneer Geleijnsen, meneer Stevens, hartelijk dank, hè! Zeg, moesten wij ook niet eens op bed aan? Ja, kinderbed, kom ja. Zeg, dan zet ik eerst even die bloem in het verse water voordat ze helemaal versopen raken. Ja. Zoek jij wat? Waar is die kruik gebleven? Kijk, wat heb je nou, joh? Die kruik is toch niet van jou? Nou, nee, ik heb het koud. Maar als ik er wat warm geworden ben, dan krijg ik hem terug. Joop, maar één ding, maar ik rij, hè? Zo, dat was dat. Nu alleen de badkamer. Nou, zo is het wel goed hoor. Laat de rest maar. Ik zou zeggen, ga zitten en neem het te drinken. Maar voor de straf die we hadden afgesproken, moesten we ook de badkamer nog... Ja, dat weten we wel, maar er is toevallig een kleine staatsgreep gepleegd hier in huis. En de democratie heeft plaatsgemaakt voor een verlichte dictatuur en die zegt dat het zo wel genoeg is geweest. Dus gewoon... Nou, in dat geval... Mag ik dan eindelijk mijn naam weer veranderen? En hoe moet het nou weer worden? Sander. Nee. Nee. Ja. Jongen. Kijk, het is geen democratie meer. Ah, god, hè, Sander. Yes, haal je naam weer terug. Hallo, hier is Harry. Hey, Joppie. Zo, dat mag het u graag wil hebben. Ja. En punctueel, ik moet zeggen, ik had zo mijn twijfels. Nou, heel eerlijk gezegd, professor, het is namelijk zo dat wij natuurlijk... Nee, dat hadden wij ook namelijk, twijfels. Hè, maar u bent ook professor, nietwaar? En nou, ja, dit zit helemaal vol met boeken natuurlijk, hè? Ja, hele zware grote boeken, ja, toch? Ja, zware boeken. Boeken, hoe komt u daarbij? Nee, mijn boeken zijn al lang hier, zitten in mijn kamer. Nee, wat u nu gehaald hebt uit Groningen, dat is mijn verzameling antiek porselein. Joh! Aha, daar zijn ze ingelopen. Thank you.